we gaan gewoon rustig door met de volgende activiteit. We gaan namelijk de uitslag van de volgende ronde van de sportstimuleringsregeling van de gemeente Leiden. Daar gaan we eigenlijk de namen bekendmaken van de organisaties die, waarvan jullie als commissie hebben besloten om, daar, om die aanvraag te honoreren. Dit is de derde keer dat we dat doen. We hebben voor de eerste keer Tim erbij, Tim van der Meer. Berucht en beroemd in de waterpolo-wereld. Zelf zowel als speler, maar ook als coach. Hij heeft de plek ingenomen van Jeroen Weijermars, die andere dingen is gaan doen. Blij dat je dat wilt doen, Tim. En je hebt nu voor de eerste keer de cyclus meegemaakt. Even nog ter in herinnering roepen, de sportstimuleringsregeling. Bedoeld om de sport in brede zin te versterken. Meer mensen in beweging brengen in de stad, dat is het doel van de gemeente. Dit is een initiatief wat ook door de raad zelf is aangedragen, de vorige raad nog. En dat betekent dat we eigenlijk per keer hebben we bedrag beschikbaar om initiatieven vanuit de sport of vanuit de samenleving, vanuit de stad te ondersteunen met als doel om structureel meer mensen in beweging te brengen. Deze derde ronde gaat altijd vooraf met een advies vanuit deze commissie, dat ik eigenlijk altijd opvolg, gezien ook zoveel expertise op dit vlak. We gaan nu horen van jullie wie er deze keer gewoon is. Wie mag het woord geven? Ik wil wel iets zeggen. Ik vind het wel heel bijzonder om op een begraafplaats te praten over bewegen. Maar het kwam dus uit om het hier te doen. Het is natuurlijk ook wel een aparte locatie. De subsidieronde, daar hebben wij toch bepaalde gevoelens bij deze ronde. Die zijn voor het grootste deel positief, maar ik zou eigenlijk via de aanwezige pers wellicht een oproep willen doen aan alle Leidse sportverenigingen. Word nou eens wat actiever om gebruik te maken van de mogelijkheden die er zijn om structureel de situatie binnen je eigen vereniging te verbeteren. Kijk eens iets verder over de grenzen van het alledaagse van vandaag. Denk aan morgen, liever nog aan overmorgen. Want de toekomst is toch om mee te gaan met de trend van de maatschappij, ook op het gebied van de sportverenigingen. Als we kijken nu naar de aanvraag die we in de derde ronde hebben gehad, dat zijn er 10 geweest, daar zijn nauwelijks verenigingen bij. Terwijl de verenigingen toch de eerste zijn om te klagen als ze vinden dat iets niet goed gaat. We hebben 10 hele mooie aanvragen gekregen. Dus dat is het positieve, waar we weer een stap mee kunnen maken om deze ronde tot succes te brengen. We zijn natuurlijk kritisch, want het is gemeentegeld, gemeenschappelijk geld. En dat moet op een goede manier besteed worden. En daar is een subsidieregeling voor met een aantal voorwaarden. En daar moet aan voldaan worden. Van die 10 gaan wij er 5 honoreren. En we gaan er een paar afwijzen. En we gaan tegen een paar zeggen van, doe nog even je best en doe de volgende ronde mee. En dan wellicht gaat het lukken. De eerste die dus nu positief beoordeeld is Gymsport Leiden. En die zat de vorige ronde in dat groepje van nog net niet helemaal. En die hebben het dus nu wel gehaald. Dus het heeft inderdaad zin om nog even te heroverwegen je plannen om het wat sterker te maken. Gymsport Leiden, en dat vind ik wel heel erg leuk, zijn allemaal aanvragen voor bijzondere groepen. Dus voor of hele jonge of oude. Maar nogmaals, wat er tussenin zit, daar zouden we toch ook nog wel graag wat aan willen doen. Maar ja, dan moeten er wel aanvragen komen. Gymsport Leiden gaat iets doen voor jonge kinderen van 2 tot 6 jaar. Een soort bewegingsdiploma. Want jong geleerd is oud gedaan. En zij hebben daar een subsidieaanvraag voor ingediend voor 13.000 euro. En die willen we graag in ieder geval als ons advies gehonoreerd zien. Dan een andere groep. Dat is een initiatief wat in Leiden nog helemaal niet bestaat. Maar wel een paralympische sport is. Dus echt een serieus sportonderdeel. En de aanvraag is ingediend wel door een Leidse vereniging, namelijk Leiden Atletiek. En dat gaat om een soort racefiets voor kinderen met een lichamelijke handicap. En dat is vernieuwend om dat te doen. Het zijn natuurlijk dure dingen. Daar kunnen meerdere kinderen van gebruik maken. En het is heel goed dat deze mensen ook aan sport kunnen doen. En daar heb je kosten bij. En de vereniging zet zich in om via vrijwilligers de mensen te leren omgaan met zo'n fiets. En daar inderdaad op in bewegingsverband, maar ook in wedstrijdverband, dus het is echt een sport, want het is paralympisch,
aan mee te gaan doen. En daar hebben wij het hoogst mogelijke subsidiebedrag van 20.000 euro aan gekoppeld. Dan een andere groep die ook eigenlijk toch een bijzonder zijn. Het zijn heel veel aanvragen voor bijzondere groepen. Dat is een groep die zijn heel slechtziend, zelfs ongeveer blind. En die willen ook graag, en dat is ook wel weer ook een vereniging, ook een beetje atletiekvereniging, Leidse Roadrunners Club. Dus die verenigingen die hebben wel onze oproep begrepen en die hebben een aanvraag ingediend. En die willen met hun vrijwilligers als Buddy, willen deze mensen helpen om te bewegen. En ja, afhankelijk van hun eigen handicap te sporten of alleen te bewegen. In ieder geval denken wij dat ook door dat bewegen ze beter in staat zijn om in de maatschappij te functioneren. De doelstelling van deze subsidie is toch wel sport. Laat ik zeggen, bewegen mag dan ook wel, maar niet zeg maar, alleen maar bewegen om je sociaal beter te voelen. Er moet echt, de sportcomponent moet het hoofddeel zijn. En we hebben gemeend dat dit een onderdeel is en, waar we aan tegemoet willen komen. Ze zijn heel bescheiden in hun aanvraag. Het gaat slechts om 2.400 euro en die willen we graag adviseren om toe te kennen. Dan een derde aanvraag. Of een vierde aanvraag, is dat inmiddels, een vierde aanvraag die positief geadviseerd is. Dat is een aanvraag die te maken heeft met de totale sport in Leiden. Er is een week van de sport in september en binnen die week van de sport wil een organisatie in Leiden een grote sportmarkt opzetten. De Stopsport Leiden, die dat geïnitieerd heeft. En dat gaat om alle vormen van sport en verenigingen, om dus mensen zowel aan het sporten te krijgen als ook mensen die al sporten, en er wordt de NOC NSF bijgehaald, ook te kijken wat zijn nou talenten en wat kunnen we daarmee doen. Dus dat is een heel breed spectrum aan sport, van niet-sport tot topsport. Een heel goed initiatief en dat willen we ook ondersteunen met 6.500 euro. En dat betreft 6 tot 17 jaar, dus het gaat om jeugd, het gaat om sporten en het gaat om talentidentificatie. Dan een laatste. Dat is dan weer meer voor de ouderen, om die aan het bewegen te krijgen, ja, op een hele nieuwe manier. En dat is een organisatie die heet Sportief Plus. En de plus staat natuurlijk een dubbele functie, dat is de leeftijd plus. Maar ook het sportief plussen, dus actief zijn in die sport, om te bewegen op muziek. En daar hebben wij een ontzettend leuk gesprek gehad met de mensen. Want we krijgen natuurlijk op papier krijgen we de aanvragen binnen, maar we gaan ook in sommige gevallen, als we denken van ja, hoe zit dat in elkaar, de mensen bij ons vragen. En we hebben hier een heel positief gesprek mee gehad. Eerst hadden we nogal wat twijfel, maar dat gesprek heeft ons onvoorwaardelijk over de streep getrokken om hier positief in te adviseren. De persoon die erachter staat, daar hebben wij ongelooflijk veel vertrouwen in. Maar niet alleen dat we dat vertrouwen hebben, hij heeft het ook al waargemaakt doordat in andere gemeenten het een heel groot succes is. Okay. Noem bijvoorbeeld Zoetermeer. En daar willen we 17.000 euro ongeveer aan de subsidieaanvraag aan besteden. Dat is dus de helft die we min of meer onvoorwaardelijk willen toewijzen. Ga ik even naar degenen die afgevallen zijn, dat zijn er drie en dan zijn er dus nog twee die een beetje hangen. Afgevallen is, op zich zijn het allemaal sympathieke projecten. En ze zijn niet afgevallen omdat het een slecht project is, maar omdat het niet via binnen deze regeling valt. Het eerste is bijvoorbeeld, het heet Iedereen Doet Mee. Dat is om met name ook kinderen te laten sporten, maar het doel daarvan is niet het sporten, maar om ze meer zelfvertrouwen te geven. En we denken dat is op zich een heel goed iets. En de gemeente Leiden heeft meer subsidiepotjes. We zouden zeggen, kijk eens even ergens anders, want het is toch niet direct een sportsubsidie. Hetzelfde, maar dan op een wat andere manier, geldt voor wandelen is behandelen. Dat, je hoort het al, behandelen, dat zit meer in de sociale sector dan in de sportsector. Dus het is bijvoorbeeld op wandelen, om, vooral richten zich op obesitas. Dus om, nou, prima dat daar wat aan gedaan wordt. Aan gemeente Leiden heeft vast wel andere gelden dan het sportgeld. Dus goed initiatief, maar te weinig sport afgewezen. En dan hebben we nog een initiatief waarvan we zeggen, ja, dat is eigenlijk niet helemaal binnen deze regeling, omdat het verder gaat dan de Leidse grenzen. Dat is, heeft de naam Pleintje. En dat pleintje staat voor het ontwikkelen van een app om op pleintjes te gaan sporten. Okay.
wat natuurlijk heel veel verenigingen leuk vinden, dat je leest vaak, vroeger was het voetbal in Nederland zo goed, ook omdat iedereen op straat voetbalde en op pleintjes enzovoort. Dus het idee is prima. Ze willen een app ontwikkelen, maar het gaat om een enorm groot bedrag van €150.000. En ze willen dat doen met een aantal andere gemeenten en andere subsidie. Goed idee, maar laat die aanvraag eerst ook regionaal. Is veel samenwerking op allerlei gebieden, ook in 071 verband. Bekijk dat, ze hebben een aantal fondsen, 1818 en dergelijke, die ze willen aanschrijven. Dat is allemaal niet gebeurd. Wij zeggen eigenlijk van, ga er nog mee aan de slag en kom de volgende keer terug als het wat verder uitgewerkt is in die richting. Dus dat zijn eigenlijk de drie waar we mee tegen gezegd hebben op dit moment. Waar we dan tegen gezegd hebben, doe nog een keer een nieuwe aanvraag. Dat is een, het zijn allemaal leuke ideeën, een hardloopparcours in Park Martillo. Martillo is natuurlijk een Romeinse nederzetting en ze willen ook een Romeinse mijl neerzetten. En daar willen ze een wedstrijd van maken ieder jaar. Heel leuk idee, maar wij zijn nog niet helemaal 100% overtuigd dat de organisatie zoals die nu op papier aangeboden is, dat die er echt als een huis staat. Dus wij hebben ook het idee van, doe dat goed. Ze hadden een aantal onderdelen in het plan en ze vroegen dus nu subsidie voor dat eerste onderdeel. Terwijl wij juist denken dat dat eerste onderdeel, dat was meer alleen dat lopen en een beetje trimachtige dingen, ze willen daar een hele bootcamp activiteit omheen zetten. Wij denken dat het goed is om dat in één keer aan te bieden. Omdat juist die combinatie uniek is. Je wil iets doen wat er nog niet is in Leiden. Dus daarom dat wij eigenlijk gezegd hebben, gaan we nog eens een keer daar opnieuw mee aan de slag. Met bootcamp dingen moet je denken aan een bootcamp rek waar mensen dat soort dingen. En dan al laatste, dat is wel een bekend iets in deze regio, dat is fietsmaatjes. En op zich staan we daar heel sympathiek tegenover. Maar het is een beetje de vraag, dat moet denk ik ook ambtelijk nog even bekeken worden, of dat wel hiervan moet, of dat nou wel of niet kan. In ieder geval, wij staan daar op zich sympathiek tegenover, maar er moet nog even intern gekeken worden hoe dat te realiseren valt. En dan is dit het rapport waarin nog wat meer in detail staat wat ik nu verteld heb. Okay. Ja, dankjewel. Ja, nou, dank voor de uitgebreide toelichting, Lodewijk. Bedankt voor jullie werk om dit weer uit te werken. Dat doen ze allemaal op vrijwillige basis. Dat is heel fijn. Ik zie. Er zit inderdaad heel veel creativiteit toch in. Hè? Dus de plannen op zich zijn altijd eigenlijk heel goed. En jullie helpen ze dan ook nog een beetje op weg van hoe, als het nog niet helemaal rijp is, van hoe kan je daar nou verder mee gaan. Er zit natuurlijk altijd een scheidslijn van wat is nou sport puur en wat is nou. Hè, wanneer is het een middel, wanneer is het een doel? En nou, dit potje is inderdaad vooral voor sport als doel bedoeld. Hè. Sport is leuk genoeg om een doel te kunnen zijn. Dus ja, ik denk dat hiermee weer een aantal initiatieven echt geholpen zijn. Waarmee echt weer meer mensen in beweging komen. En ik ondersteun verder alleen maar de oproep van jullie door te zeggen. Tegen zeg maar, het Leidse verenigingsleven. Ja, zet er nog een keer de schouders onder. En maak gebruik van deze ondersteuning. Want, we investeren heel veel in wat ik dan de hardware noem de komende jaren van de sportinfrastructuur. We gaan een nieuwe sporthal bouwen, we gaan een nieuw zwembad bouwen en we gaan een nieuwe schaatshal bouwen. We gaan met de wijksportparken aan de slag. Maar uiteindelijk gaat het erom wat gebeurt er dan vervolgens in die in sportvoorzieningen. En daar is ook deze subsidie nadrukkelijk voor bedoeld. Dus daar ligt ook een oproep om daar nog meer gebruik van te maken. Ik heb een vraag aan meneer Kandel. Waarom denkt u dat het... Toch, u bent wat teleurgesteld in het aantal aanvragen. Ja. Hoe komt dat denk ik? Ik denk dat de verenigingen blij zijn als ze met de vrijwilligers die moeilijk te vinden zijn hun club kunnen runnen, dat er komend weekend weer gesport kan worden. Maar dat ze niet kijken naar de lange termijnvisie, de levensvatbaarheid. Waarom gaan mensen afhaken bij sport? Omdat er andere interesses zijn. Het meer individueel is. Mensen willen best sporten, maar vaak op een andere manier zoals het al 100 jaar bij de vereniging gebeurt. En daar moeten ze op inspelen. Dus u bent daarin teleurgesteld, maar u legt wel een zwaar beslag altijd op vrijwilligers. Ja. En ik kan spreken voor Leiden Atletiek bijvoorbeeld. Ja. Gaat er nog iemand? Dat zijn altijd maar heel weinig mensen die dat werk doen. En als u teleurgesteld bent, dan zou u ook wat kunnen doen. Juist om dat, de verenigingen daarin te stellen. Want dat is de bottleneck. Steeds meer.
contributie, steeds meer mensen, Ik denk dat bij de gemeente, de afdeling sport, heel blij is als verenigingen naar naartoe komen om te helpen met bijvoorbeeld het aanvragen van dit soort dingen of op andere manier. Maar dat loket wordt te veel gebruikt voor klachten en te weinig gebruikt voor positieve draai te geven. Dat is de kritiek die ik hoor op al uw goede plannen. Ja. Maar iedereen neemt de beslag op de mensen die er niet zijn. Nee, dat is natuurlijk een bekend vraagstuk. Hè? Iedereen die in de sportwereld actief is, die kent de uitdaging om genoeg mensen te mobiliseren binnen je vereniging. En we proberen er vanuit de gemeente daar van alles aan te doen om dat te ondersteunen. We hebben met onze breedsportcoördinator iemand die dat echt ook, die er ook kan zijn inderdaad om dingen verder te brengen. In plaats van te horen wat er niet goed gaat. Maar het is een maatschappelijk vraagstuk wat we met elkaar zullen moeten oplossen. En zonder vrijwilligers hebben we geen vereniging. Zo simpel is het ook. Dankjewel, Paul. Het is ook best moeilijk om zo'n subsidieaanvraag te schrijven. Ja. Ja. En daar is niet iedereen voor in de wieg gelegd. Nee. En daarnaast moet je ook een co-sponsoring doen. Dus je moet in feite al een pot geld hebben om geld aan te vragen. Ja, maar als je geen pot geld hebt, hoe kom je aan de pot geld? En dat schrikt al af. Als je aan de penningmeester zegt, dan moet je eerst een pot geld hebben, dan kunnen we aanvragen. En dan wordt het dan moeilijk. En voor sommige doelgroepen is er geen sponsor gewoon te vinden. Ja. Een doelgroep als de racerunners, waar het gaat om mensen met een lichamelijke beperking, daar kan je sponsors voor krijgen. Die lopen er warm voor. Je hoeft maar naar de Rotary te gaan of naar de schaal. Ja. En iedereen die wil dat. Maar komen we voor bijvoorbeeld onze plusgroep, de kinderen met autisme, dan is niemand thuis. En daar wil je eigenlijk ook dingen voor doen. Ja. Maar dan heb je niet die pot geld al. Gelukkig met dat racerun lukte dat wel, maar met de plusgroep, die groep voor kinderen met autisme, lukt dat veel malen niet. Ook al omdat ze niet te fotograferen zijn, ook al omdat de ouders niet echt graag willen dat dat publiekelijk aan de grote klok wordt gehangen. Ja, klopt. Maar je wil voor hun wel een leuk toernooi opzetten. Ja. Nee, ik ben het helemaal met u eens. Het is altijd, je moet altijd kijken van hoe krijg je dan inderdaad iedereen in beweging. Hè? Want het is vooral ook een groep waarvan je eigenlijk graag wil dat ze ook kunnen bewegen. Kijk, deze regeling is wel, de reden dat we dat co-financiering hebben gemaakt, is ook wel om het eigenlijk ook wel te laten beklijven. Hè? Want met subsidie gebeurt het toch vaak dat dan hebben we een heel leuk project en dan valt het daarna stil. En als er commitment is vanuit wie het ook, en het hoeft niet altijd verenigingen te zijn, het kunnen ook andere sportaanbieders zijn. En er is ook eigen commitment, letterlijk, ook door daar zelf in te willen investeren. Dan hopen we daarmee te bewerkstelligen dat het beter beklijft. En als het gaat over regels, dat is natuurlijk altijd een ding. De zorgvuldigheid van een ambtelijke organisatie, omdat we moeten verantwoorden wat doen we met belastinggeld en hoe gaan we daarmee om. Je hoort het ook in de woorden van de commissie. Versus hoe hoog is dan die drempel? En dat is ook wel een aandachtspunt waarvan we zeggen, als dat nog makkelijker en simpeler kan, dan willen we dat ook zeker ondersteunen. En dat kan in ieder geval in de vormen van ambtenaren zoals Willemijn en Rick van der Geest, die verenigingen echt kunnen ondersteunen daarbij. En anderzijds kunnen we natuurlijk altijd regelmatig evalueren van, zijn die stappen nou echt dusdanig lastig dat mensen daarop afhaken. Ik ben me daar wel van bewust dat dat, zeker als je vrijwilliger bent en je hebt al genoeg om je vereniging te runnen, dat een lastig is. Dus dat is een lastige balans en daar leren we ook van. En dan willen we ook, daarom kijken we, dit is tijdelijk geld, we hebben in totaal 500.000 beschikbaar voor een aantal rondes. En we gaan kijken van hoe beklijft dat, we gaan ook weer nieuw sportbeleid formuleren en dan gaan we dit soort ontwikkelingen ook wel daar een plek in geven. En we gaan ook, denk ik dat wel goed om te noemen, dat het schrijven van zo'n aanvraag is best ingewikkeld. Maar dat lezen wij ook wel terug in de aanvraag. Sommigen zie je echt van, hier zit iemand die heel hoog opgeleid is en weet hoe hij een goed businessplan moet schrijven. En aan de andere kant lezen we ook aanvragen dat je denkt, dat is door iemand geschreven die daar nog wat minder ervaring in heeft. Maar daar lezen we wel echt doorheen en met zo iemand gaan we ook in gesprek en zorgen we ook dat dan, als het in de volgende aanvraag of
juist dat het vanuit de gemeente extra goed wordt geholpen, zodat het een succes kan worden. Want niet iedereen is ondernemer en niet iedereen kan het zo goed op papier schrijven. En daarom is die waarde van nog met mensen in gesprek gaan, vinden wij ook wel echt heel belangrijk. Dus, een voorbeeld is van hiphop, ja. Voor ouderen, waar we het over wat Lodewijk het over had. Dat was vonden we lastig om mee te lezen, maar toen we in gesprek waren geweest, waren we volledig overtuigd eigenlijk. Nou ja, ik ben wel blij dat wij in Leiden zitten, hoor. Toch is het de wijze waarop Leiden de sport stimuleert. Super, met het sportcongres. Ja, dit moest geweldig. Ja. Ja, zeker. Dan gaan we mee door. Ja, dank jullie wel voor. Mag ik u vier het foto's? Even in daar foto's te maken. Foto's. Leuk als de. Ja, waar had je bij? Noord.